Er zijn heel wat initiatieven voorbijgekomen, dat weten we ook allemaal. Wij denken dat je woningen moet bouwen inderdaad, om het financieel haalbaar te maken. Een ontwikkelaar wil een zelfvoorzienende wijk van de toekomst bouwen. rond het nooit afgebouwde kasteel in Almere. BBV Development werkt hiervoor samen met Region Villages. Er lopen gesprekken om de grond en de ruïne van de huidige eigenaar te kopen. Voorwaarde is wel dat er huizen gebouwd mogen worden, daarvoor moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Tot nu toe wilde de gemeente dat niet, maar volgens de ontwikkelaar heeft Almere nu positief op het plan gereageerd. Het kasteel wordt in de plannen behouden. Ondertussen is het een soort icoon geworden van Almere. Misschien een beetje negatief. Misschien kunnen dat icoon naar een positief iets brengen. We maken hem af, we vervolmaken hem. Maar misschien wel grijs. En dat rare transparante dak door dat verrotte hout, maken we een kas waar je dan planten ook laat groeien. Misschien een juice bar, Sky Lounge heb. En die kast geeft licht s'avonds. Dus dan krijg je een heel bijzonder punt midden in Almere waar je dus een soort aantrekkingskracht ontstaat. Waar ook mensen buiten de wijk hier kunnen gaan kijken wat we hier aan het doen zijn. Het moet een wijk worden met een eigen waterhuishouding, eigen energievoorziening en eigen voedselproductie voor de 500 woningen die om het kasteel komen. Vijf, zes kernen van, van groepjes huizen. Heel gevarieerd. Hè. Er zit ook sociale woningbouw door. Dus niet in een hoekje de sociale woningbouw, maar dat zit overal door de wijk heen. Zodat mensen van verschillende achtergronden, sociaal-economische draagkracht daar kunnen gaan wonen. En overal tussendoor, dat zie je ook op onze, ons modelplaatje, daar ligt, daar ligt die landbouw. Voor die landbouw moeten de laatste duurzame, innovatieve, high-tech methodes gebruikt worden. Wijkbewoners mogen meewerken, maar dat is geen voorwaarde. Wij doen het hier gecentraliseerd. Er is een onderdeel van de woning die je gewoon koopt, en er is een andere entiteit die dan alles organiseert op dit terrein verder. En daar kan je aan meedoen. En dat centrale organiseren, daar geloven wij in. Bewoners betalen in meerdere of mindere mate voor het beheer, afhankelijk van of ze zelf meewerken of niet. Voor het slagen van het plan is dus een bepaalde betrokkenheid van de wijkbewoners gewenst. Maar Voorneveld denkt dat het haalbaar is. Die complexiteit van weer die landbouw naar jezelf toe halen. Terwijl we allemaal schaalvoordelen hebben met, met, met moderne technologie in de landbouw. Een woningbouwproject wat al op zichzelf al ingewikkeld is. En dan nog eens een keer beheren voor al die mensen die daar moeten gaan samenleven. Ja, het is, het is best uh, uh, een groot ding. Maar ja, we geloven werkelijk dat, dat de wereld hier uh, op de hele lange termijn, en dan heb ik het echt over een halve eeuw, langzaam naartoe moet gaan, gaan groeien. De onderhandelingen en de wijzigingen van het bestemmingsplan zullen naar verwachting nog maanden duren. Als alles rondkomt, zou over twee jaar de eerste schop de grond in kunnen gaan.